John Hokke is vrijwilliger bij de bewonersorganisatie Kleiwegkwartier. Hij was verbaasd toen hij gisteren 4 passen in de bus kreeg. En ik heb het even bekeken en ik dacht eerst, nou, dat is dan 1 voor de deelraad en 1 voor de stad. En we hebben het gewoon neergelegd bij de agenda en niet meer omgekeken. Heeft u in de buurt al gehoord van andere mensen dat ze ook meerdere stembiljetten hebben gekregen? Jawel, mijn buurman belde gisteravond en die vroeg dus ook, heb jij dat ook gehad? En inderdaad, toen werd ik erop geattendeerd. En toen ging ik inderdaad eens nog eens kijken en zag ik inderdaad dat de 2 dezelfde waren, maar ook allebei hetzelfde stempasnummer ook hebben. In totaal is de dubbele pas bezorgd bij 2600 huishoudens. In de buurt wordt mild gereageerd op de fout. Dag mevrouw, heeft u uw stembiljet al gekregen? Ja, gisteren. En was er iets bijzonders mee? Ja, mijn man en ik hadden allebei een extra exemplaar. Maar daar heb ik meteen over gebeld met de gemeente en ik heb ze ook al teruggestuurd. Ja, we kregen er 2 gisteren op de mat. En wat moet je daarvoor zeggen? Het is op zich een grote fout, maar aan de andere kant, fouten maken is menselijk. Had u ze anders allebei gebruikt, stiekem? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik hoopte juist door mijn actie om te voorkomen dat er wellicht een narigheid van komt. Dat zou ik heel vervelend vinden en kan ook de bedoeling van de gemeente niet zijn. Verantwoordelijk wethouder Kriens zit met het geval in haar maag. De drukker heeft hier waarschijnlijk fouten gemaakt. Daar zijn we nog niet echt mee bezig. We zijn vooral aan het repareren nu. Maar gelukkig gaat dat in de democratie zo dat je al dit soort dingen met hele goede regels omgeeft. Dus die drukker heeft een logboek. Dat betekent dat we iedereen kunnen achterhalen in dat district die nu een dubbele stempas heeft gekregen. Daar wordt nu even heel hard aan gewerkt. In principe kunnen de mensen die dubbele stempas hebben gekregen 2 keer gaan stemmen, want ze mogen op allerlei plaatsen stemmen. Hoe gaat u dit nou ondervangen? Mensen krijgen een nieuwe stempas en deze stempas wordt ongeldig verklaard. En wij zorgen ervoor dat alle verkiezingsbureaus in de stad weten dat die stempas ongeldig is.